In Kiev zitten ze ook nog te wachten, namelijk op u. Namelijk met het verzoek om wapens. Klopt. Wanneer maakt u bekend dat we die wapens gaan geven en welke? Wij komen op korte termijn met een besluit namens het kabinet. Ja, wat is korte termijn? We gaan daar morgen ongetwijfeld ook weer over spreken in de ministerraad. Ja. Maar u weet, die dingen moeten ook zorgvuldig. Ja. Dat vraagt ook beraad in het kabinet. Ja. Dus ik kan maar bent u er bijna uit? Wij zijn echt een heel eind. Volgens mij heeft minister Ollongren dat gezegd. Ik heb dat in de Tweede Kamer gezegd. Alleen, je moet daar wel het gesprek ook over hebben in het kabinet. Dus ja, ik kan hier nu niet een puntlanding maken en zeggen dat is er morgen of een dat is er halver. Een moment benoemen waarop we daar sowieso over communiceren. Maar morgen komt er meer nieuws. Maar ergens de komende dagen, en of dat nou morgen is of volgende week, dat moeten we nog even afwachten. Dan verwacht ik een besluit. En dan zullen we antwoord geven aan Oekraïne. En zullen we dat vanzelfsprekend ook delen met de Tweede Kamer.